En we beginnen met een trekstoot over 7 banden, met repetitie van de banden. Zeven banden? Ja, er zijn heel veel kadristen hier, dus we gaan een aantal verzamelen, stoten. Goeie kadristen, was vergeten, goeie kadristen. Meervoudig kampioen van België, Kader, onze Patrick. Om het even te noemen. Zo, een verzamelstoot, wat is dat? Dat zijn de ballen bij elkaar brengen, zodat de volgende punten gemakkelijk zijn. Ik zal proberen een hele goede verzamelstoot te maken, dat jullie begrijpen waar het om gaat. Het is zo gemakkelijk mogelijk. Zo, punt maken, punt de bal terugbrengen, zo dicht bij de andere twee ballen. Dat is toch niet zo slecht te spelen. Ook zeg ik het zelf. Een applaus alsjeblieft, dank u. Het was eigenlijk om een aanleiding op een klein anekdoot. Blijkbaar de Fransmannen die noemen die verzamelstoot. Nu, dat is de gewone verzamelstoot, die bal terugtrekken. Dat komt vanzelf terug. Nu zet ik die bal hier een beetje. Dat gaat niet meer, want ik kan moeilijk die bal naar de korte band brengen. En de Fransen die noemen die stoot eigenlijk een Belgische verzamelstoot. Waarom? Dat weet ik ook niet. Ik zal uitleggen voor jullie. Ze bedoelen dat we geluk hebben, want ik zal die verzamelstoot spelen en de verkeerde band pakken en toch die bal naar hier brengen. Waarschijnlijk gaat het om voor het doel. Eigenlijk een hele goede, vrij makkelijke stoot als we daar een beetje op optrainen. Is dat wel goed te maken. Zo, even proberen. Zo, verkeerde band, punt gemaakt en de ballen. Heel dicht bij elkaar. Dank u. Een hele speciale situatie. Een klein puntje, één band. Die bal naar de hoek brengen en plaatsen op de gele. Je raakt dikwijls de gele op een bepaalde plaats waar je geen plaats in krijgt. Maar je kunt zo of zo, maar in het midden gaat het niet. Dus, ik heb die bal gespeeld zoals je ziet nu. Ik kan de gele bal moeilijk terugbrengen naar hier. Rechtstreeks komt de gele neer. Eén band, als ik minder bal speel, is mijn bal veel te snel, gaat die bal weg. Dus, wat gaan we doen? Dunner, lang. Lang. Is dat abnormaal? En de gele komt de band en ook naar hier. Simpel, ja, dat is simpel. Nee, dat is geen artistiek stoot, maar bij artistiek krijg ik 3 pogingen. En als het na 3 pogingen niet lukt, maak ik nog een vijfde. Wauw, dat is al mee. Met de witte bal op de gele bal, mijn bal. Kom, lang. Lang. Vrij goed, dan maak ik het gemakkelijk. Gele bal, kort, lang. Dat zijn punten dat iedereen hier kan, hè. Hele bal, op de witte bal. Ik speel mijn speelbal 1, 2, 3, 4, 5. Witte bal 1, 2, 3, 4, 5. Geen klos en ballen staan. Klopt, dat was ik vergeten. Hele bal, bal. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4.
kan niet gebeuren, hè. Ja. Eigenlijk, jullie gaan mij vragen waarom verzamelen als het al vrij verzameld is, ja. En dat geen antwoord. Ja, ik kan ze wel nog dichter bij elkaar brengen. Ja. Dat is al beter.